Yo beste mensen, bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video van Noorden Rij het Wijst. In deze video gaan we alle omkeeropdrachten behandelen die je moet kennen voor je CBR praktijkexamen. Het zijn in totaal 3 bijzondere verrichtingen. Keren in 3 steken, de halve draai en recht achteruit rijden in een bocht. Dus is er in een straat ergens een ongeval gebeurd of ben je een verkeerde straat ingereden, dan kan je altijd 1 van deze 3 omkeeropdrachten toepassen. En voordat we gaan beginnen, vergeet trouwens de video niet te liken, abonneer op onze YouTube kanaal en deel deze video ook direct met je vrienden die ook binnenkort hun praktijkexamen hebben. En als je dat allemaal hebt gedaan, laten we dan gelijk beginnen. Nou, nu zijn we aangekomen bij keren in 3 steken. Nou, wat is keren in 3 steken eigenlijk? Nou, het woord verraadt eigenlijk al, hè. Letterlijk keren in 3 steken. Je eerste steek is naar links toe. Je tweede steek is achteruit rijden. En je derde steek is wanneer je eigenlijk helemaal omgekeerd bent. Keren in 3 steken. Nou, bij het keren in 3 steken is het natuurlijk super belangrijk dat je kijkt waar je bevindt. Bevind jij een eenrichtingsweg, dan kan je natuurlijk niet keren in 3 steken, want het verkeer gaat hier alleen maar 1 richting op. Verboden, dames en heren. Kijk ook goed of je te maken hebt met veel voertuigen. Heb je te maken met veel voertuigen, dan kan je natuurlijk ook niet keren in 3 steken. Dus hou hier rekening mee. Dan gaan we door. Je stopt op een afstand van ongeveer 50 centimeter. En het liefst nog eigenlijk iets dichter bij de stoep. Voordat we stoppen, altijd in je binnenspiegel kijken. Rechter buitenspiegel, dode hoek. Zet je richtingaanwijzer aan. En natuurlijk bij het wegrijden, en dat is bij alle andere bijzondere verrichtingen, het kijkgedrag. Kijk in je binnenspiegel, rechter buitenspiegel, dode hoek. En precies hetzelfde doe je aan de linkerkant. Dan rij je met de slippende koppeling een klein stukje naar voren. Schakelt natuurlijk naar de 1. Richting aanwijzen naar links en draait de stuur helemaal om naar links toe. En dat doen we met de overpakmethode. Nou, terwijl de auto zijn werk aan het doen is, hè, naar links aan het gaan, moet jij goed constant om je heen kijken. Kijk rechts van je, kijk links van je. Komt er verkeer aan, dan moet je ze natuurlijk voor laten gaan. Ja? Nogmaals, als je bezig bent met een bijzondere verrichting, dan moeten we altijd iedereen voor laten gaan. Nou, nu zijn we aangekomen bij de eerste terugstuurmoment. Onze eerste terugstuurmoment is wanneer we de stoep aan de rechterkant van onze ruit zien. Dan draaien we onze stuur helemaal om naar rechts. Dus nogmaals, eerste stuurmoment is stoep rechts, stoep rechts. Nou, dan mag je ook de stoep heel rustig aantikken. Dat is gewoon ook toegestaan tijdens het examen. Hou er wel rekening mee dat je je voeten bij de rem houdt. Dat je niet de stoep te hard aantikt. Want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nou, bij het achteruitrijden precies hetzelfde. Slippende koppeling, schakel naar de R. Kijk goed om je heen. Eigenlijk precies hetzelfde als het vooruitrijden. Nu zijn we aangekomen bij het tweede terugstuurmoment. En dat is eigenlijk wanneer de auto naar de linkerkant gaat uitwijken. Dus wijkt de auto een klein beetje naar links toe, dan denk je, hey, dat is mijn tweede terugstuurmoment, ik moet helemaal terug naar links sturen. Ja? Dan gaan we door. Ook hier precies hetzelfde. Je mag de stoep aantikken. Dat is gewoon toegestaan. Hou je voeten bij de rem. Nou, hier precies hetzelfde. Voordat we de derde steek gaan maken, de laatste steek, goed om je heen kijken, komt er niemand aan. Dan mag je gewoon wegrijden. En hou goed de borden in de gaten, want misschien is de situatie veranderd. Als laatste, dames en heren, de nakontrole, super belangrijk. Kijk in je binnenspiegel, rechter buitenspiegel en linker buitenspiegel. En dan ben je eigenlijk al klaar met keren in 3 steken. Nou, dan ga ik het keren in 3 steken voor jullie demonstreren. Natuurlijk altijd als eerst beginnen met het kijkgedrag. Binnenspiegel, rechter buitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linker buitenspiegel, dode hoek. Ik rij een klein stukje naar voren, dus alleen met de slippende koppeling. Richting aanwijzer, kijk 1 keer een buitenspiegel, dode hoek nog een keer. En ik stuur met de overpakmethode eigenlijk alles naar links toe. Ja, ik kijk goed om me heen, schouder, komt niemand aan, daar komt niemand aan. Nou, mijn eerste stuurmoment was stoep rechts, stoep rechts, stoep rechts. En dat is voor mij nu het moment om alles naar rechts te sturen. Ik tik de stoep rustig aan, schakel terug naar de R, dus achteruitstand. Ik kijk goed om me heen, ik zie niemand. Nou, ik stuur nog even tot de aanslag. Tweede terugstuurmoment is wanneer de auto naar de linkerkant gaat uitwijken. En dat is voor mij nu het moment. Nu stuur ik alles terug naar links toe. En dan rijd ik een klein stukje naar achter, overpakmethode.
Nou, daar komt niemand aan. Ik heb alles naar links gestuurd. Nogmaals, tot de aanslag komt niemand aan. Ik kan gewoon wegrijden, ja? Nou, bij het wegrijden is het nog natuurlijk super belangrijk dat we de nakontrole niet vergeten. Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, linkerbuitenspiegel. En dan zijn we eigenlijk al klaar met de bijzondere verrichting. Nou, de bijzondere verrichting halve draai. Wat is dat? Heel simpel, het woord verraadt eigenlijk al. Hè. Je maakt een halve draai. Dat kan je doen op een kruispunt. Maar dat kan je ook doen bijvoorbeeld op een parkeerplaats. Nou, net als bij elke andere bijzondere verrichting is het natuurlijk super belangrijk dat je met je kijkgedrag begint. Kijk eerst voor je, rechterbuitenspiegel, rechterschouder, dus over je schouders kijken. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. Nou, als je hebt gekeken, dan kan je eigenlijk beginnen met je bijzondere verrichting. Rij met de slip aan de koppeling, schakel naar versnelling 1. Maak natuurlijk gebruik van de volle breedte. Kijk nogmaals of er verkeer aankomt, want we zijn bezig met een bijzondere verrichting. En dat betekent dat we iedereen moeten voor laten gaan. Dus nogmaals, hier ga je nog een keer kijken voor je linkerbuitenspiegel. Dode hoek. Komt er niemand aan, dan kan je meteen gaan draaien. Nou, nogmaals, je kan het doen op een parkeervak. Wij gaan het gewoon op een kruispunt zo meteen uitvoeren. En dat kan je natuurlijk ook doen op een voorrangsweg. Nogmaals, zorg daarbij dat je daar niemand bij hindert. Ja? En dan gaan we het nu even demonstreren. Nou, dan gaan we beginnen met de bijzondere verrichting. Nogmaals, altijd beginnen met het kijkgedrag. Ik kijk in mijn binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. En dan zet ik mijn richtingaanwijzer naar links. Natuurlijk, handrem weghalen, schakel naar 1. Komt niemand aan, ik kijk nog één keer linkerbuitenspiegel, schouder. En ik maak natuurlijk gebruik van de volle breedte. Nogmaals, dames en heren, komt er iemand aan, dan moet ik hem natuurlijk voor laten gaan. Want we zijn bezig met een bijzondere verrichting. Nou, ik stuur een klein beetje naar rechts. We maken gewoon van de volle breedte gebruik. Overpakmethode, dan kunnen we het snelst sturen. Kijk even over mijn schouder, super belangrijk hè. Of er een ander verkeer aankomt. Ja, ik kijk nog één keer over mijn schouder heen. Komt niemand aan. Nou, je mag gebruik maken van je richtingaanwijzer, maar hier is het super belangrijk. We gaan de nakontrole doen. Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, linkerbuitenspiegel. En dan zijn we eigenlijk al klaar met de bijzondere verrichting. Nou, we zijn aangekomen bij de laatste keeropdracht die je moet kennen van het CBR. En dat is de bocht achteruitrijden. Nou, bij het bocht achteruitrijden is het natuurlijk ook super belangrijk dat je weet waar je bevindt. Eenrichtingsweg niet toegestaan. Dus in deze situatie mag je niet achteruitrijden. Ja? Dus kijk nogmaals altijd waar bevind ik me. Nou, ook bij deze bijzondere verrichting. Ongeveer 50 centimeter naast de stoep stoppen. Voordat je dat gaat doen, natuurlijk goed kijken, richtingaanwijzer aanzetten. En voordat je met een bijzondere verrichting begint, kijk in je binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. Dan zet je je richtingaanwijzer aan naar rechts toe. Schakel naar de R, achteruitstand, slip in de koppeling en ga niet harder dan 5 km per uur. Nou, wat eigenlijk dan de bedoeling is dat jij je buitenspiegel naar onder, een klein beetje naar onder afstelt. En eigenlijk evenwijdig gaat rijden met de stoep. Je mag ook de achteruitrijcamera gebruiken. Ook prima. Is ook gewoon toegestaan tijdens het examen. Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat je niet alleen gefocust bent op de spiegel of achteruitrijcamera. Maar blijf ook goed om je heen kijken. Ja? Je kan hierop tijdens het examen zakken. Dus ben je alleen gefocust op de camera en buitenspiegel, dan kan je hierop zakken. Dus je mag er gebruik van maken, maar niet op focussen, dames en heren. Dus tijdens het achteruitrijden goed om je heen kijken. Vooral tijdens de bocht. Hè? Want je neus van de auto gaat uitsteken. Super belangrijk. En wat je ook moet weten is dat je minimaal 5 meter naar achter moet rijden. Dus heb je die bocht gemaakt, rij even nog 5 meter naar achter. Dan ben je eigenlijk klaar. Nog een keer goed kijken, want je gaat wegrijden. Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dode hoek. Richting aanwijzen aan en daarna controle. Dus nog binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, linkerbuitenspiegel. We gaan het zo meteen even demonstreren. Het moet helemaal goed komen. Het is veel informatie in één keer. Ik begrijp het allemaal. Maar het is eigenlijk een hele makkelijke, bijzondere verrichting. Nou, voordat we gaan beginnen met de demo, ga ik mijn buitenspiegel eerst een klein beetje afstellen. Ik ga hem een beetje naar onder afstellen, kan ik de stoep ook beter overzien bij het achteruit rijden.
En dan gaan we nu beginnen, dames en heren. Begin altijd eerst met het kijkgedrag. Binnenspiegel, rechter buitenspiegel, dode hoek. Binnenspiegel, linker buitenspiegel, dode hoek. Dan zet ik mijn richting aanwijzer aan naar rechts. Ik schakel terug naar de R. En ik maak alleen gebruik van de slippende koppeling. Dus geen gas geven, anders gaan we veel te snel. We hebben te maken met een voetganger hier, die staat rechts van ons. Dus die staat ook niet in de weg. Nou, we gaan met de slippende koppeling naar achter. Ik blijf evenwijdig rijden met de stoep. Dus dat rode streepje moet dezelfde afstand de hele tijd hebben. Dat betekent dat ik niet te dicht bij de stoep kom. En ik blijf goed om me heen kijken. Dat is het belangrijkste. Ja, veiligheid staat altijd op nummer 1. Nou, ik rijd naar achter. Ik kijk nog even een keertje. Ik stuur een klein beetje naar rechts. Ik wil evenwijdig blijven staan. Nou, even kijken. Ik stuur nog meer naar rechts. Doorgeefmethode kunnen we hier het beste gebruiken. Hè? Dan is het belangrijk nu dat we 5 meter zo meteen naar achter gaan rijden. Ja? Dus focus je niet alleen op de spiegels, dames en heren, maar kijk ook goed voor je en achter je. Ik stuur naar rechts. We komen nu recht te staan. Dan is het voor mij nu de bedoeling dat we ongeveer 5 meter naar achter gaan rijden, ja? Kijk in mijn binnenspiegel, er komt geen verkeer van achteraan. Ik rij nog even een klein stukje naar achter. Ja, dus een afstand van ongeveer 5 minuten. Ik stop. Nou, we gaan nu wegrijden. Dat betekent dat ik in mijn binnenspiegel moet kijken. Linker buitenspiegel, dode hoek. Ik geef mijn richting aan naar links en ik mag wegrijden. Ja? En dan doen we als laatste nog de nakontrole. Dus binnenspiegel, rechter buitenspiegel, linker buitenspiegel. En dan zijn we eigenlijk al helemaal klaar met de bijzondere verrichting. Nogmaals, dit is een hele makkelijke verrichting. Zorg er gewoon voor dat je evenwijdig staat met de stoep. Heb je iets aan deze video gehad? Vergeet dan niet te abonneren, te liken. Deel deze video met je vrienden. En heb je binnenkort je auto, bromfiets, motorfiets, taxi of vaarbewijstheorie examen? En wil je ook op deze manier leren? Met alle belangrijke onderwerpen en examenvragen van het CBR? Ga dan naar het link in de bio. En dan zie ik jullie snel in de volgende video. Rijtwijs is de snelste, groeiende, beste, goedkoopste, voordeligste, betaalbaarste online theoriecursus van Nederland en België over land en zee.